Zover miljoenen spleet, zo heet het nieuwe boek van uitgeweken Kempenaar Bart van Loo. Een groot liefhebber van de Franse taal en cultuur en zelf ook een begenadigde woordkunstenaar. Na een ontdekkingsreis in de Franse keuken heeft van Loo zich nu gebogen over de pikante uitspattingen in de Franse literatuur. Het resultaat is een essai waar je rode oortjes van krijgt. Dit boek is geen opeenstapeling van vunzige teksten. Dat heb ik niet willen doen, dat zou te gemakkelijk geweest zijn. Maar ik heb geprobeerd om die geschiedenis van die erotiek te vertellen. Dus van de middeleeuwen tot nu. En zo leer je hoe de seksualiteit evolueert. Hoe de censuur de kop opduikt en weer wegdeemsters. Als je wil weten hoe mensen over seks denken, dan moet je hun boeken lezen. En dat heb ik gedaan. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux quand ça gronde. Er zit altijd een praktische kant aan mijn boek. Het eerste boek, Parijs Retour, dat kan je in je leeszetel lezen, maar kan je mee op reis. Het tweede kan je lezen, maar kan je mee in de keuken terecht. Wat de praktische kant van Over miljoenen spleet is, dat laat ik aan iedereen zijn verbeelding over. Er zijn zeker opmerkelijke boeken gepubliceerd in Italië, in Duitsland, in Engeland, maar er is maar één literatuur die van de middeleeuwen tot vandaag aan de lopende band meesterwerk in het erotische genre heeft voortgebracht en dat is de Franse. En omdat de boekstaven wil ik er ook nog aan toevoegen dat Brantôme, een voor de mensen misschien geen bekend auteur, maar als u mijn boek gelezen hebt, zal u wel weten dat die man een prachtig boek geschreven heeft op het einde van de 16e eeuw en die schrijft: naar ik gehoord heb, geven zelfs buitenlanders onze vrouwen ver de voorkeur boven de anderen. Ook al omdat wellustige woordjes in het Frans veel beter klinken dan in andere talen. En ik ga dat zeker niet tegenspreken. De ene vrouw eet het liefst een sausage, terwijl de tweede het meest naar beuling dorst. En geeft u mij, zo vraagt een derde meisje, tussen de beide hammen maar één voet worst. Erotische boeken door de eeuwen heen werden vooral gelezen door heren van de hogere stand. Die een opleiding hadden, die konden lezen en die centen hadden om deze vaak dure boeken te kopen. En die werden natuurlijk als een soort van lustverstrekking gebruikt. 18e-eeuwse bordelen waren ondenkbaar zonder stapels boeken, waar de heren die in de wachtzaal zaten zich hitsig probeerden in vorm te lezen. Men sprak dan ook, Rousseau heeft dat, de grote filosoof Rousseau sprak over, de boeken die je maar met één hand leest. Daar hoeft geen commentaar bij. De ezel pootte goed aan en de gravin leidde hem op hartstochtelijke wijze. Hij zag er gelukkig uit. Volledig ijlend voelde de gravin hoe binnenin een grote pomp op volle kracht werd opengedraaid. Wij kennen heel veel van dergelijke boeken niet, omdat zij tot aan de seksuele revolutie verborgen waren. In de mouw van een jas, dat waren vaak heel kleine boekjes, onder de toonbank verkocht. Bij fictieve uitgeverijen, noem maar op. Dat was onmogelijk. En die werden dan opgesloten in bepaalde bibliotheken. In Parijs is er zo één bibliotheek, de Enfer, de hel, waar men al de boeken die de bevolking collectief aan het duizelen bracht, opsloot. Omdat dat gevaarlijke boeken waren. En ik ben daar naartoe geweest, want die bestaat nog altijd. Je moet nog altijd brieven schrijven, een interview doen, daar binnen te geraken. En het is daar dat ik op een gegeven moment al de boeken die ik dan in pocketversie heb gelezen of in bibliotheekuitgaven, in de oorspronkelijke versie, eeuwenoud, voor mij gepresenteerd heb gezien. En je moet weten dat je die boeken niet te ver, omdat ze zo oud zijn, mag open doen, maar 30 graden, anders breekt de rug. En daarom glijdt men die boeken in een soort van stoffen spleet. Ik verzin dit niet. En als bladwijzer krijg je een stofvormig, worstachtig ding dat je in het boek moet leggen. Dat is een grote pornografische metafoor. En het is daar dat ik met een soort van trillende opwinding de verzen heb gelezen die al jaren door mijn lijf en leden stroomden en die de titel van dit boek vormden, namelijk Wees gegroet, o ver miljoenen spleet. O wees gegroet, jij ver miljoenen spleet. Die lustig tussen hoge dijen glanst. O wees gegroet, jij split die vrolijk danst, die mij genas van al mijn leven sleet. Het toeval wil dat ik bij het afsluiten van mijn Frankrijk-trilogie, bij het schrijven van een erotisch boek,
ik een Française tegen het lijf ben gelopen, die oogluikend toestond dat ik mij omringde met allerlei pornografisch en erotisch materiaal. En wanneer ik door al die literaire hevigheid verbrijzelbaar terugkwam en dan eenvoudig om wat dagelijkse menselijke tederheid vroeg, die met Franse doortastendheid aan mij schonk. Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen en dat is dat literatuur het ultieme aphrodisiacum is. O lieflijk gat, fijn gat met veel geduld, begroeid met haartjes, dartel en gekruld. Jij onderwerpt rebellen en rabouwen. O, alle minnaars moesten jou geknield komen getuigen van hun trouw, met in hun hand hun laaiende flambouwen.